Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Ik praat vandaag met Shaniqua Doesburg. Zij gaat een TikTok bootcamp organiseren op 30 oktober. Vandaag babbelen we met haar wat dat precies inhoudt. What we need is a little Q-Time. Shaniqua, welkom in Q-Time. Dank je. Laten we eerst even kennis maken met jou. Vertel ons wat meer over jezelf. Ik ben Shaniqua Doesburg, ik ben 20 jaar. Ik ben model en danseres. Dat. Je bent model en je bent danseres en dat. Ja. En ik weet zeker dat niet het enige is dat je kan vertellen over jezelf. Oké, dat is het enige wat je op dit moment wil vertellen? No problem. Vertel ons wat meer over je TikTok bootcamp. Want kennelijk ben jij een TikToker, want anders ga je dit niet doen. Ja, is waar. Dus ik ben een TikToker. Ja, vertel ons wat over je TikTok-carrière. Hoe lang al? Wat doe je op TikTok? Ik ben al misschien 6 vorig jaar op TikTok. Ja, oké. Of 2019 ben ik gestart met jaar. TikTok. En dansjes? Ja, okay. En ik dans als ik 14 jaar ben. Ja, oké. Waarom is TikTok het platform van jouw keus? Omdat de meeste kinderen, meisjes ook, op TikTok zijn. Nu zie ik ook dat jongens komen van, hé mevrouw, gaan we dansen, gaan we een TikTok maken. Dus ik zie dat die jongens ook een beetje erin komen. Ja. Maar het meeste meisjes. Mm-hmm. En kleine meisjes houden daarvan. En ik hoor van om kinderen bezig te houden. Oké, maar je hebt een specifieke doelgroep genoemd, meisjes, hè? Waarom vind je dat zo belangrijk? Waarom noem je speciaal die doelgroep? Omdat ik het meest meisjes op TikTok heb. Ja. Of zie. Ja. Jongens maken echt TikTok. Maar het meest die meisjes. Ja. Oké. In mijn hoofd doen alle tieners gewoon TikTok. En het maakt niet uit of het nou jongens of meisjes zijn. Maar dat is mijn idee erover. Maar goed, wat houdt de TikTok bootcamp in? Zo, TikTok bootcamp houdt in dat we alleen maar TikTok-dansjes gaan doen die dag. Ik heb 2 groepen. Ja. Groep A is van 6 tot 9 jaar. Ja. Hun begint 12 uur. Ja. Tot 2 uur. Ja. En de tweede groep is 10 tot 14 jaar. Mm-hmm. Hun beginnen 3 uur tot 5 uur. Oké, dus je bent 2 uren met ze bezig. En wat doe je dan? Dan scroll je door TikTok en je kijkt welke dansjes je tegenkomt en dan doe je het met ze, denk ik. Samen met Morena ga ik ze een choreo aanleren. Ja. TikTok choreo. Mm-hmm. Het is al misschien bekend bij hun. Ja. En dat is veel makkelijker voor mij als ze het al kennen. Mm-hmm. We gaan het aanleren en zo gaan we een TikTok video maken en ik post het dan op mijn TikTok. Ja, op die manier. Hoe groot is de groep kinderen waarmee je bezig gaat zijn op 30 oktober? Per groep neem ik 10 kinderen, dus nu samen 20. Voor groep A heb ik nog 6 plekken over en groep B heb ik nog 4 over. Oké. En dit zijn kinderen die jou al volgen op TikTok. Hoe heb je ze geselecteerd? Zo, ik denk dat ze me volgen op TikTok. Hoor. Ja, oké. Maar hoe komen ze aan jou? Want je hebt al inschrijvingen, dus waar komen die aanmeldingen vandaan? Dus promotie en mijn tante krijgt allemaal. Ik weet allemaal niet wie komt die dag. Dus pas als ik daar ben, zie ik wie allemaal komt. Ja. Oké. Ja. Is het de eerste keer dat je dit doet? Een TikTok bootcamp? Ja, is de eerste keer. Ja. Ik doe het op feestjes. Dat is wanneer men me inhuurt voor feestjes. Mm-hmm. Maar nu ga ik gewoon voor mezelf een TikTok bootcamp houden. Oké, dus mensen doen dat ook. Dus omdat je danseres bent, dan huren mensen je in voor hun feestjes? Ja. En dan, wat doe je dan op hun feestje? Dan maak je daar een TikTok-video. Ja, met de jarigen. Dus ik vraag er van, welk muziek hou je? Ja. Ze me zeggen dit. Ja. En dan gewoon een hele groep dansen, aanleren en daarna een video maken. Grappig. Ik wist niet dat dit een ding was. Oké, dat vind ik echt heel erg. Oké, leuk om te weten, om dit ook te leren kennen. Ja. Ik wist niet dat dit een ding was. Maar oké, nu heb je dus gezegd, je doet het dus niet meer voor verjaardagen, maar je wil het nu gewoon zelf gaan doen, omdat je die kinderen zeg maar een beetje wil gaan stimuleren en wil gaan leren. TikTok, die TikTok-choreografie, maak je dat zelf?
Want je bent een danseres. Bepaalde, ik heb maar eentje zelf gemaakt, Ja. maar de rest is van het buitenland. Ja, oké. Ja, dus En TikTok goed. op die bootcamp, is dat die ene die je zelf hebt gemaakt of is dat ook overgenomen? Zelf gemaakt. Ja, oké. En Ja. die kinderen moeten dus zeg maar dat dansje aanleren. En wanneer het Ja, dansje helemaal is leren. aangeleerd, dan wordt er een videootje gemaakt. Dan wordt er een video gemaakt, wordt gepost op mijn TikTok. Ja, oké. Maar ook op die van hun toch, als ze een account hebben Ja, of niet? ik krijg die video's ook, Ja, tenminste. oké. Moeten de kinderen een bijdrage leveren om hier aan mee te doen? Ja, per kind is het 300 SID. Ja. Er is een nummer. Ik weet even niet wat het is, Ja. maar er is een nummer. Ja. Mevrouw op Facebook, overal. Ze kunnen bij Kids van Glam kijken. Ja. Gaan ze mijn flyers zien. Ja. Dat is alles. Als je je wil registreren, moet je sowieso een voorschot betalen. En dat is 150 SRD om alvast te reserveren. Ja. Maar per kind is het 300 SRD. Oké. Goed, en dan komen ze bij jou 2 uurtjes. Het resultaat is dus een TikTok-video. En Ze krijgt snacks ja. en drank. Ja, oké. En wat gebeurt er daarna? Want je hebt daarna natuurlijk een kleine fanbase gecreëerd. Ja, ik denk toch goed. Een kleine fotoshoot ga hebben met Shaniko en Marina. En Ja. dan volgt mijn tweede groep. Ja. En dat is dus een groep van 10 tot 14 is het, hè? Juist, ja. Ja. En Tien die tot twaalf. choreografie is, neem ik aan, wel ietsje moeilijker voor de grotere kinderen. Ja, dus hoe groter, hoe moeilijker. Ja, natuurlijk. Oké, dus aan het einde van de dag heb je dus 2 TikTok-video's erbij. Ja. Met de grote Ja, groep kinderen. met een Oké, grote groep. very En ik ga nice. ze kiezen, want er gaan twee meisjes zijn. Ja. Ik ben er en Morena. Ja. Dus ze kiezen waar ze willen gaan. Ja. Gaan we een video maken. En wie is Morena? Mijn danspartner eigenlijk. Ja. Oké, Ja. met haar doe je ook de verjaardagsfeestjes en dergelijke. Nee, zij gaat voor het eerst meedoen met iets van mij. Oké, very nice, Shaniqua. Nog een keer Ja. de informatie waar de mensen zich kunnen registreren om hier aan mee te doen. Je kan op mijn page kijken, Shaniqua Ja. Doesburg, of op Van Glam. Je mag je registreren. Er staat een nummer daaronder. Registreer je snel, dus er zijn weinig plekken over. Oké. Prima, very nice. Als je te veel mensen hebt die zich hebben aangemeld, doe je dan een auditie of een selectie? Als er meer mensen zijn, denk ik dat ik een derde groep ga Ja, moeten op maken. die manier. Oké, dat kan ook natuurlijk. Oké, Shiriqua, heel erg veel succes op 30 oktober met Dank. de TikTokkers en natuurlijk met alles wat je van, nog meer van plan bent met de kinderen. Leuk dat je ze bezighoudt en ik zou zeggen heel erg veel plezier, want dat is heel erg belangrijk. Ja, helemaal. Dank u Ja? wel. Oké, is Ja. goed. Thank you. Vandaag in Q-Time een babbeltje met Shaniqua Doesburg. Zij houdt op 30 oktober een TikTok bootcamp, zoals ze dat zelf noemt. En het komt er dan op neer dat alle jonge meisjes en jongens in de leeftijd van 6 tot 9 of in de leeftijd van 10 tot 14 jaar oud zich kunnen aanmelden en kunnen meedoen aan deze bootcamp. Aan het einde van het verhaal hebben ze een leuke dag gehad. Ze hebben een choreografie erbij geleerd en ze hebben samen met Shaniqua een leuke TikTok-video gemaakt. Dus zoek de informatie op als u interesse heeft om uw kind te registreren. Bedankt voor het hebben willen kijken naar Q-Time. Tot de volgende keer. Goeiedag.